En ja, volgens mij heb ik dan mijn praktische huishoudelijke mededelingen genoemd en kunnen we van start. En het eerste onderdeel van dit programma is natuurlijk, hoe zien ze er nu uit? Hoe zijn ze geworden, die netwerkkaarten die ze zelfs kennen? En omdat ik dacht dat het een beetje saai zou zijn als wij dat gewoon zouden gaan vertellen, hebben we daar een quiz van gemaakt. En we hebben jullie daarom ook gevraagd om wat gekleurde objecten bij de hand te hebben, zodat we met elkaar de antwoorden ook kunnen zien op die quiz. Dus die wil ik je even vragen erbij te pakken. En dan ga ik mijn scherm delen om de quiz te starten. En om toch even in te komen, eerst even een testvraag. En ook leuk voor de rest, denk ik, om te zien wie er nou hier allemaal aan tafel zijn. Digitaal. Dus zet eerst het blokje helemaal in je scherm bij het antwoord dat op jou van toepassing is. En als het goed is, zien jullie dan een overzicht vol bonte, gekleurde kleurtjes van iedereen die hier bezig is. En mocht jouw beroepsgroep er nou niet tussen staan, dan kun je ook blauw delen. Ik zie dat een paar mensen nog niet een blokje of iets van een object delen. En meerdere objecten mag natuurlijk ook. Nou, hierbij. Geslaagd voor de test, jongens. De quiz kwam van start. De eerste vraag in de quiz is: uit welke onderdelen bestaat de zelfscan? En jullie krijgen 10 seconden de tijd om jullie antwoord in beeld te zetten. Nog 3, 2, 1. Kijk, en ik wil Bart even vragen. Of er nog andere kleuren te zien zijn dan rood, geel en groen, want ik zie niet alle gezichten nu. Zijn er nog mensen die blauw hebben gekozen en die dat dus willen toelichten? Ik heb geen blauw gezien, wel iets geels en iets groens, maar de meeste waren rood. Ja, kijk. Nou, en we keuren rood en geel en groen toe, want het is natuurlijk allemaal dezelfde strekking. Maar de mensen die rood hadden gekozen, die hebben de zelfscan nog goed onthouden. Want dat zijn inderdaad de titels van de onderdelen zoals ze in de zelfscan worden genoemd. En dan zal ik jullie nu laten zien hoe dat er dan uitziet. We hebben natuurlijk de zelfscan gemaakt vanuit de 4 onderdelen of invalshoeken die in de verkenning naar voren waren gekomen naar het beter bereiken van ouders met verhoogde kwetsbaarheid. Als invalshoeken waar je aan kunt werken als professional, maar ook als beleidsmedewerker om ouders beter te bereiken. En hoe je professionals daarin kunt trainen en sturen. En die 4 invalshoeken zijn dus dan ook de basis van de zelfscan. We hebben toegevoegd per onderdeel een aantal stellingen, zoals we die naar boven hebben gehaald in de test met professionals, naar wat belangrijk is, en in gesprek met ervaringsdeskundigen. En daarin hebben we per onderdeel ook een aantal subthema's toegevoegd, waarbij je per subthema de informatie aangereikt krijgt. Die we voor de zelfscan hebben verzameld, in hoe je aan de slag kunt gaan met je aandachtspunten. En in de PDF, wat de zelfscan is, zijn alle stellingen nu aanklikbaar, zodat je voor jezelf echt een document kunt vormen met jouw aandachtspunten, waar je ook als naslagwerk nog op terug kan grijpen of in een training kan gaan bespreken of intervisiemoment. En achterin de zelfscan hebben we nog verdieping toegevoegd. Die gaan over de beschermende factoren en de risicofactoren en ook belangrijke inzichten die we uit de verkenning hebben gehaald over wat ouders belangrijk vinden en wat hen helpt in gesprek met professionals, maar ook welke drempels bijvoorbeeld ze ervaren waar je op in kunt spelen als professional om tot een meer open en gelijkwaardig gesprek te komen. Dat even in heel kort, hoe de zelfscan nu is geworden. De volgende vraag gaat over de netwerkkaart. Hoeveel minuten kost het invullen van de netwerkkaart ongeveer? De tijd loopt.
Dank jullie wel voor je antwoord. En ook in deze, op deze vraag zijn alle antwoorden goed. Want voor de mensen die rood hadden gekozen, je kunt inderdaad in 1 tot 5 minuten aandacht besteden aan het eigen netwerk van ouders in het gesprek. Een netwerkkaart tekenen kost natuurlijk ietsje meer tijd. En dat kun je misschien in 5 tot 10 minuten doen door met de ouder het beginnetje te maken en samen een cirkel te tekenen en de belangrijkste personen daarin te tekenen. In 10 tot 40 minuten kun je ook wel een iets uitgebreidere netwerkkaart maken, waarbij je weer die cirkel kunt gebruiken, helemaal door kunt spreken. Of wat uitgebreidere versies kunt maken met behulp van het ecogram, wat is aangereikt in de netwerkkaart. En ook de webapp familie en zo. Het mooie van wat we tot nu toe hebben gemaakt in die netwerkkaart en wat we hebben gemerkt in de test met professionals, is dat je vanuit elke beroepsgroep, hoeveel tijd je er ook aan kunt besteden, met deze netwerkkaart en de handleiding die we daarvoor hebben geschreven, aan de slag kunt. En vooral in samenwerking met andere collega's. Dus als je zelf denkt, merkten we uit de test van de professionals, goh, ik kan hier echt, ik zie hier niet de tijd voor binnen de beperkte tijd die ik heb. Dan nog kun je afspraken maken met bijvoorbeeld verpleegkundigen in jouw omgeving die ook met deze ouder in contact zijn, dat je over en weer de informatie deelt en de ouder alsnog helpt om de inzichten van zo'n netwerkkaart op papier te krijgen. En hoe de netwerkkaart er inmiddels is uit gaan zien, is zo. We hebben het allereerste begin wat we al hadden, zo'n stappenplan, een vragenlijst echt voor ouders, hebben we in gesprek met ervaringsdeskundigen verfijnd. Ook in taal wat fijn leest en wat mensen uitnodigt om deze vragen te kunnen gaan beantwoorden. Dit A4'tje kwam ook uit de test met professionals. Kunnen professionals echt op tafel leggen om samen over in gesprek te gaan en het gesprek te openen. En daarnaast hebben we met professionals en ervaringsdeskundigen een iets uitgebreidere handleiding inmiddels vormgegeven, waarbij alles wat belangrijk is en wat je zou moeten weten als je dit gesprek opent, onder elkaar hebt staan, ook om eigenlijk de angst van professionals, goh, ik weet eigenlijk niet, als ik zo'n gesprek open, wat dan de volgende stappen zijn, om daar al informatie op aan te reiken. Dus er staat in de handleiding niet alleen waarom dit belangrijk is, maar er staat ook al waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld dat een vraag naar het eigen netwerk confronterend kan zijn voor mensen die zich alleen voelen staan of eigenlijk geen zicht hebben op steun uit hun netwerk om hen heen. Daarbij ook dan al handvaten hoe je dan, als je met de ouder concludeert dat er misschien wel werk aan de winkel is om wat meer steun te organiseren rondom zo'n ouder, hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld door verbroken relaties of gebroken relaties aandacht te geven en ouders daarin te begeleiden hoe je dat netwerk weer beter op kunt bouwen. En dat hoef je natuurlijk niet alleen zelf te doen als professional, maar we hebben in deze handleiding ook aangereikt naar wie je kunt doorverwijzen om de ouder daarbij te helpen. En dat in warme doorverwijzing te doen. En we hebben dan in de handleiding, uiteindelijk eindigt dat ook weer met een heel concreet stappenplan hoe je die cirkel en dat die netwerkkaart dus kunt gaan tekenen met ouders en hoe je dat A4, je hoeft het niet alleen te doen, daarbij kunt gebruiken. Dan de volgende vraag. En die gaat over het ontwikkeltraject eigenlijk. Hoe we deze hulpmiddelen hebben gemaakt. Welke thema's zijn toegevoegd in gesprek met ervaringsdeskundigen? En dat zijn er 2. Dus je mag 2 kleuren in beeld doen. 10 seconden. De tijd loopt. Ja, jeetje Anneke. Dat zijn wel heel veel kleuren op de achterkant van dat boek hoor. Oh ja, groen en blauw. Oké. Okay. Check. Dank jullie wel. De goede antwoorden waren geel en groen. En vooral geel, ik had het eigenlijk al genoemd, deze vraag kan confronterend zijn, kwam naar voren uit dat gesprek met ervaringsdeskundigen. En in de zelfscan hebben we het subthema zelfzorg toegevoegd, omdat een gesprek
natuurlijk ook begint met dat je er voor de ander kunt zijn als je er echt voor jezelf kunt zijn. En daar hebben we volgens mij ook echt een waardevolle toevoeging aan gehad voor de zelfscan. Ten opzichte van de thema's die we er al in hadden geraakt. Ik vond het wel interessant. Jenny zag ik een blauwe tas erboven houden. Maar de beschermende factoren die inderdaad echt cruciaal zijn om naar te vragen, die stonden wel al in de zelfscan. Die zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Het is ook een crème voor mijn geheugen, deze quiz. Ja. Oké. Laatste vraag. In hoeveel sectoren gaan professionals met deze hulpmiddelen aan de slag na vandaag? Ja, Bart, nou wil ik toch wel even van jou weten wat nou de kleuren zijn die nu zo'n beetje zo in het scherm zijn. Ik zie veel blauw en veel groen. Oh, nou, dus het optimisme is groot in ieder geval. Ja, en dat mag ook, want dat is terecht. Het goede antwoord was blauw. Het is maar net ook wat je als sector rekent natuurlijk, maar er gaan in ons rijtje meer dan 11 sectoren gaan er mensen aan de slag. En dan is de bonusvraag natuurlijk, in welke 11 sectoren dan? En daarvoor zou ik graag iemand het woord geven, maar ik weet niet of iemand dat aandurft. Ik zie al mensen nu op een papiertje misschien wel dingen onder elkaar zetten. Zou iemand de bonusvraag willen beantwoorden? Nee, duurt te lang. Dan ga ik het gewoon laten zien. We hebben afspraken gemaakt in meer dan 11 sectoren. En dan noem ik sectoren, maar dan heb ik het ook over het netwerk van de ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld die we hebben gesproken. En hoe zij ouders en professionals bereiken. We hebben het over de jeugdgezondheidszorg, informele hulporganisaties, kraamhulp, verloskundigen en ook verloskundige samenwerkingsverbanden, dus VSV'en, waarin natuurlijk geboortezorgprofessionals met elkaar samenwerken, die aandacht willen besteden aan de netwerkkaart door die te versturen en de zelfscan door daar bijvoorbeeld themabijeenkomsten over kansrijke start over te organiseren. De kinderartsen, gynaecologen, huisartsen. Het wordt onderdeel van Nu Niet Zwanger. En overig hebben we het onsympathiek genoemd, maar niet onbelangrijk. Het wordt ook, de hulpmiddelen worden onderdeel van de, van de toolbox van de Taskforce Rookvrije Start, zodat dat aan elkaar wordt verbonden. En we hebben lijntjes lopen met de gezonde kinderopvang, platform betrokken ouderschap. En het wordt geborgd wellicht in training voor ONG-verpleegkundigen. En in de GGZ-instelling Karakter komt het bijvoorbeeld in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. En dit is een overzicht van vanuit de vertegenwoordigers vanuit de sectoren die we hebben gesproken. En op basis van de ideeën van professionals. En dit zijn vooral de afspraken die hierin staan die voor structurele borging van deze hulpmiddelen gaan zorgen. Hiernaast zijn natuurlijk ook een heleboel afspraken gemaakt over meer eenmalige aandacht besteden aan deze hulpmiddelen, dat ze op de websites komen te staan en in nieuwsbrieven worden genoemd bijvoorbeeld. Of in een artikel, in een vakblad misschien een keer voorbij kunnen komen. Bart, die gaat hier later in het programma wat uitgebreider op in. En daarmee stop ik nu eventjes de quiz. En kunnen we door naar het meest belangrijke onderdeel van dit programma natuurlijk. De lancering van deze hulpmiddelen. En daarvoor wil ik graag het woord geven aan Florien vanuit VWS. Ja, goedemiddag allemaal. Dat is een hele taak. Ik heb het hier al naast me liggen. Nog niet in beeld gebracht. Dit is natuurlijk. Ik ben dus Florien van der Wind. Ik ben MT-lid bij de directie Publieke Gezondheid. En ik denk dat dit ook echt een van de kernelementen van Kansrijke Start is. Hè? Omdat het gaat over het bereiken van die ouders. En ook het zorgen dat de professionals en iedereen die om die ouders heen staan, daar ook zich toe geëquipeerd voelen. En nu ben ik zelf beleidsambtenaar en geen professional in de zorg. Maar ik ben wel moeder. En ik zat dus ook even te denken van, goh, hoe ervaar ik dat nou zelf? Hè? Ik heb toevallig een zoontje die nu onlangs ook wat problemen heeft op school. En dan kom ik ook in een heel circuit terecht met allemaal professionals met wie ik dan als moeder het gesprek aanga.
En dan vallen me toch een paar dingen op. Eén, ja, en dat hoop ik dat jullie dat ook iedere dag laten zien, denk ik. De bevlogenheid, hè, waarmee mensen dan ja, toch ook voor jouw kind in de weer zijn. En de betrokkenheid die daarbij getoond wordt. Maar ook wel toch de hoeveelheid stappen die je moet zetten. De afkorting die je hoort. De routes die er zijn om ergens te komen. En dan besef ik ook, oh, dat is een wereld die ik niet ken. Waar allemaal dingen in gebeuren die belangrijk zijn voor mij om te snappen. Om dat mijn eigen kind ook zo goed mogelijk te helpen. En ik merk, dan hang ik op en denk altijd, jeetje, ik ben toch gewend om de hele dag dit soort gesprekken te voeren. Hè? Ik bedoel, ik zit hier op kantoor en ik doe eigenlijk de hele dag niks anders dan ingewikkelde gesprekken voeren. En, of tenminste ingewikkeld, maar dat ik denk, nou, een beetje van die ambtelijke routes en zo herkennen, dat zou ik dan toch wel moeten kunnen. En dan denk ik ook altijd, oh, hoe moet dat dan zijn voor als ik echt inderdaad in een kwetsbare situatie zit, of de problematiek veel groter is, of als ik niet een baan heb waarbij ik dat de hele dag al gewend ben. Hè, moet het dan zijn voor die mensen? En dat is natuurlijk ook, ja, denk ik, het doel waarvoor we hier vandaag met elkaar zitten. Met twee van die prachtige producten. En als ik dat dan ook doorneem, hè, bijvoorbeeld die zelfscan, denk ik, oh, wat een mooie concrete handreikingen zitten daarin. Die ik zelf trouwens ook nog heel goed kan gebruiken. Ook hier op kantoor. Maar ook natuurlijk om echt die brug te slaan naar de mensen die je iedere dag tegenkomt. Want als ik me dan ook probeer in te leven in jullie, denk ik, ja, jeetje, je krijgt dus ook de hele dag natuurlijk van alle handen. Mensen met verschillende persoonlijkheden, verschillende culturen, verschillende achtergronden, verschillende kwetsbaarheden voorbij. En iedere keer is weer de uitdaging om daar zo goed mogelijk de aansluitingen op te vinden. Nou, dit is dus natuurlijk, wat ik al zei, binnen Kansrijke Start, daarom ook juist zo belangrijk. Hoe kunnen we ook zorgen dat de professionals ook daar, jullie dus, zeg maar, goed mogelijk op geëquipeerd zijn. En Common Eye en AIF zijn natuurlijk mee aan de slag gegaan. En ja, wat ik daar dan ook wel heel mooi aan vind, is dat het dus niet bedacht is achter een bureau alleen, maar dat het dus ook samen met jullie is getest en uitgeprobeerd en gekeken van, nou, wat werkt en wat werkt niet. En dat dat dus ook verwerkt is in het product wat er vandaag lag. En daar wil ik jullie natuurlijk ook heel hartelijk voor bedanken, want ja, dat is ook iets wat je er dan nog even extra bij doet, hè, om toch voor de hele het goede doel, zeg maar, daar in die test mee te doen en ook mee te denken over hoe dat beter kan. Niet alleen de professionals, maar ook de ervaringsdeskundigen vanuit de spiegelgroep, zeg maar. Ik denk dat het echt super is dat jullie ook hier weer jullie denkkracht hebben ingezet. En nou, de vragen die daar aanleiding daarvan zijn toegevoegd, die net ook in de quiz natuurlijk voorbij kwamen, dat laat ook zien dat dat ook echt van toegevoegde waarde is. Dus het was natuurlijk onze bedoeling om een zo concreet mogelijke tool te ontwikkelen die je ook dan bij de hand kan pakken. En nou ja, voor zover ik het kan inschatten, als ik het in handen heb, denk ik, hé, er zitten allemaal dingen bij waar je morgen mee aan de slag kan. En dat zal misschien voor de een, die pikt er misschien weer iets anders uit dan de ander. En daar zijn wij gewoon ontzettend blij mee. Want ja, dat hopelijk, ja, als iedereen daar dan weer een stapje in zet, dan is dat ook weer een extra borging van de hele bedoeling achter Kansrijke Start, om toch die kwetsbare moeders en aanstaande moeders zo goed mogelijk te helpen. En ik ben natuurlijk ook heel blij dat Faros vanuit de faciliterende rol hier ook nog verder gaat helpen om die tools ook in de praktijk in te zetten. En dat er dus al meer dan 11 in ieder geval, maar zoveel organisaties zijn die dit straks in handen hebben. En nou ja, dat gezegd hebbende, hè, we zijn nog allemaal mooie dingen ook uit die test gekomen. Hè? Dus de test die jullie met elkaar hebben gedaan in die testfase. En daaruit blijkt gewoon ook wel dat die netwerkkaart iets is waar ja, eigenlijk iedere beroepsgroep ook wel wat mee kan. Hè? Waar je ook zit. Nou, dat geeft ook wel aan dat er al 11 organisaties aan de, voor in zijn om daarmee aan de slag te gaan. En ook die zelfscan kregen we terug dat professionals het ook echt waarderen. En dat je ja, toch ook meer bewustzijn krijgen van sommige aspecten die allemaal een rol kunnen spelen in die gesprekken. En we kregen ook terug dat het ook heel erg helpt soms ook met elkaar het gesprek aan te gaan en ervaringen uit te wisselen. En, nou, ik denk dat dat ook een hele mooie is. Hè? Om toch ook soms naar elkaar te kijken en denk, hé, ik ben niet de enige blijkbaar die ja, misschien met zoiets worstelt. En ja, dan wordt het misschien ook makkelijker om met je collega's daar eens over verder te spreken of ook om hulp te vragen. Dan wil ik jullie niet langer in spanning houden, want het hele doel was natuurlijk om tot die uitreiking te komen. En dit is ook wel een leuk doel, want dit is digitaal. Dus ik ga eerst eens even op zoek naar de mensen aan wie ik het digitaal in het scherm moet uitreiken. Ja, en het is goed, want we gaan inmiddels ook van het scherm af met aantal deelnemers. Dus dat Lindy Prins even de microfoon aanzet en Karin Cruchel ook,
zodat ze op het eerste scherm even in beeld zijn. Even kijken, want Lindy is de netwerkheid. Oh, dan moet ik wel het goede pakken. Ja. Sorry. Lindy, is je daar? Ik ben hier. Lindy, ja, ik zie het. Kijk, dit is toch leuk. Hoe gaan we dit doen? Ga jij hem dan zo ook... Jij hebt hem ook daar, toch? Dus we moeten dat even goed timen. We hebben dit niet geoefend. Jij gaat hem toch nu aan mij geven, dat ik hem dan van jou mag, toch? Ja, Komt-ie? Yes. En dan gaat het nou, geweldig wat er tegenwoordig kan, hè, met dat kamer. Al het online. Nee, hartstikke mooi om symbolisch in ontvangst te mogen nemen. Je moet er ook een beetje een feestje van maken, toch? Nee. Zeker. Wat zei je? Zeker, een feestje ja. maken. Nee, hartstikke mooi. Mooie producten die er zijn ontwikkeld. Echt super, super gaaf. Ik zal een klein stukje vertellen over wat ik doe met verkrachtige ouders. En hoe het ook in onze doelgroep... ja, een mooi hulpmiddel kan zijn. Nou, met verkrachtige ouders creëren we bewustzijn, vooral bij zorgprofessionals, voor de impact van een complex geboorteverhaal. Denk aan vroege geboorte of wanneer je kindje ziek is geboren of je als moeder ziek bent. En 1 op de 3 ouders ontwikkelt PTSS na het meemaken van een complex geboorteverhaal. Dus dat is een flink cijfer. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Een lange zoektocht naar de juiste hulp en begeleiding voor mij als ouders. En nou ja, dat is waarom eigenlijk ook deze missie is ontstaan. Omdat je toch ook binnen die eerste 1000 dagen, daar bouw je wel je fundament voor ouderschap en voor je kind. Dus nou ja, nu geven wij dus inzicht vanuit ouderperspectief aan zorgprofessionals. Doen we onder andere door trainingen, maar ook bijvoorbeeld door mee te denken binnen onderzoeken. En nou ja. Er is een mooie ontwikkeling gaan. Dus dat is heel mooi om aan mee te werken. Nou, en wat betreft de netwerkkaart, denk ik dat dat een hele mooie toevoeging is, ook binnen onze doelgroep. Want je ziet toch ook vaak dat, dat kindjes langdurig worden opgenomen. Weken tot maanden. Je hebt te maken met vrees tussen dood, leven, gevolgen, wat dat allemaal inhoudt. En dat is zwaar om alleen te dragen. Dus ik denk dat het echt een super waardevol hulpmiddel is, ook binnen onze doelgroep. Ik denk dat het belangrijk is om het ook juist in de zwangerschap al aan te bieden. Want als je in de rollercoaster zit, heb je niet heel veel ruimte voor het invullen van een netwerkkaart. Maar is het juist wel heel belangrijk om er gebruik van te kunnen maken. Dus ik denk een hele mooie ontwikkeling. Nou, en ook super, ik vind het wel super mooi dat we ook vanuit de spiegelgroep van Kansrijke Start konden bijdragen aan deze hulpmiddelen. Waarin we natuurlijk als ervaringsdeskundigen zijn, maar veel van ons ook als professional werkzaam zijn. En het is toch heel belangrijk om vanuit het oude perspectief bij te dragen bij die hulpmiddelen. Want als we even kijken, is dat toch wel de manier om aan te sluiten bij ouders, om vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel aansluiten bij ouders. Om überhaupt ingang te krijgen, zodat ouders ook echt de meerwaarde gaan zien van die hulpmiddelen die er allemaal worden gemaakt. Dus ik vind het echt ook wat dat betreft een hele mooie ontwikkeling, die ervaringsdeskundigheid. Dus super mooi om er mee te mogen werken. Nou, en wat gaan wij ermee doen? Nou, we gaan sowieso binnen onze e-learning vanuit verkrachtige ouders willen we het aanbieden. Waarin we dus inderdaad die zorgprofessionals meenemen in dat oude perspectief. Maar daarnaast ook in gesprekken binnen ons netwerk, binnen de ziekenhuizen, binnen onderzoeken waar we mee werken. We geloven ook heel erg juist in die verbinding tussen het medisch en het sociaal domein. En hoe mooi is het ook voor ouders, hè? Als hulpmiddelen ook binnen die domeinen dezelfde hulpmiddelen zijn. Dat je niet steeds als ouder zijnde weer iets nieuws krijgt. Dat we eigenlijk gewoon elkaars taal leren spreken. En dat lijkt me een hele mooie aanvulling. Want ook wij hoeven het niet alleen te doen, hè, als zorgprofessionals. We mogen ook gebruik maken van elkaars expertise. Dus super mooie ontwikkelingen. Mooie producten. Dank je wel. Mooi gezegd, Lindy. Ja, Florien, dan deel 2, hè? Dan ben ik op zoek naar Karin. Karin is hier. Ik moest even verder zoeken. Je zit bij mij midden in beeld, dus dan gaan we even... We hebben nu
heb ik in ieder geval kunnen oefenen. Dus daar komt die. Alsjeblieft, zelfscan. Heb jij hem ook of niet? Ja. Ja, ja. Dus als er op jouw beeld komt, dan zal ik hem overdragen. Ja. Yeah. Nou, dankjewel Florien voor deze mooie zelfscankaart. En ja, ik ben zeer vereerd dat ik hem vandaag digitaal in ontvangst mag nemen. En dat ik ook een bijdrage mocht leveren in het voortraject van dingen noemen, verbeteringen. En zelf heb ik hem een keer gebruikt met de GIS-methode die wij gebruiken. Ik ben jeugdpleegkundige. En met een ouder. En ik vind zelf ook wel de ervaring dat je nog meer naast een ouder hiermee gaat staan. En dat zij nog meer het zicht krijgen van bijvoorbeeld op hun netwerk. Wat hebben zij allemaal? En nou ja, ook door de vraagstelling. Je hebt wel diepere en mooiere gesprekken. En wat ook al eerder werd genoemd, zeker in de intervisie, kunnen wij dit heel mooi gebruiken om ook als professionals, collega's onder elkaar elkaar scherp te houden, maar ook elkaar te helpen. En ik neem me nu in ontvangst om hem ook verder uit te dragen binnen de GGD. En zeker onze stevige ouderschapverpleegkundigen en gezinsverpleegkundigen, die al met de kwetsbare doelgroep werken. Ja, dat is gewoon heel mooi voor hun om hier mee aan de slag te gaan. Super om te horen, Karin. En jouw verhaal staat voor meer professionals die natuurlijk mee hebben gewerkt aan de test. En ook beaamde wat jij nu zegt, dat het waardevol is om voor die resultaten van zo'n zelfscan aan de slag in gesprek te gaan. Om je te scherpen in wat je nou doet om naast de ouder te staan. Super mooi om te horen. Dank jullie wel. Dan is hij bij deze in de lucht. En dan kunnen we ermee aan de slag. En voordat we het gesprek voeren over hoe we dat dan gaan doen en daar wat voorbeelden over horen, wil ik eerst het woord geven aan Koos van der Velde. Hij zal iets meer verdieping in dit programma brengen door de context van de netwerkkaart en de zelfscan te schetsen. En vooral het belang van naast de ouders staan en de meer community gerichte aanpak. Koos, jij hebt ook wat slides, die zal ik zo voor je in beeld zetten. En misschien een technische opmerking voor de rest. Als je Koos groot wil zien, dan kun je rechtsboven bij View klikken op Speaker View. En dan zie je alleen Koos en niet alle poppetjes in één keer. Dus dat even als technische mededeling. Ik ga de presentatie van Koos even voorzetten. En Koos, aan jou het woord, hè? Dankjewel, Sophie, voor deze uitnodiging. Heel leuk om hier te praten. Je hebt dat technisch beter voor elkaar dan op de Kansrijke Startconferentie. Nou, bedankt. Want daar had ik een totaal verkeerde presentatie voor mijn neus. Dat is ook improviseren. Zo. Maar dit gaat heel goed. Dankjewel. Allereerst allemaal gefeliciteerd met die mooie tools die we nou hebben. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Het past in een verhaal wat ik een paar weken geleden dus gehouden heb. Die Kansrijke Startconferentie. Over het belang van gemeenschap in het perspectief van Kansrijke Start. En daarin past volgens mij heel sterk ook het verhaal van informele netwerken. En daar wil ik het graag even een paar minuten met u over hebben. Ik heb eigenlijk dezelfde dia's gebruikt die ik bij Kansrijke Startconferentie gebruikte, maar ik plaats het nu in het perspectief van die informele netwerken. Mag ik de volgende dia? Als ik kijk naar Kansrijke Start, en ik heb dat toen op die conferentie ook gezegd, en je kijkt in de diepte, wat is er aan de hand? Als je goed kijkt naar de mensen die we tegenkomen, en dan begint het al met het eerste, dat heb ik zelf ook moeten leren. We moeten praten niet over kwetsbare mensen, maar over mensen in een kwetsbare situatie. Want vaak blijkt dat die zogenaamde kwetsbare mensen al heel veel hebben meegemaakt en heel sterk zijn door hun ervaringen. Dus het is beter om te praten over mensen in een kwetsbare situatie. Maar die leven vaak, dat is wel mijn ervaring geworden, in een vrij sterk isolement. Die moeten zelf hun boontjes doppen, zelf uit de situatie maar zien te komen. En voor hen is die samenleving waar wij denken van, dat is keurig allemaal aangeharkt en georganiseerd en gestructureerd. Voor hen is die samenleving vaak dolend. Je moet 6 loketten bij het stadhuis bezoeken om een beetje overzicht te krijgen. En dat geldt op heel veel fronten. Dus dat is vaak heel lastig.
Wat we ook geleerd hebben, ook uit de wetenschap, is dat participatie in welke vorm dan ook goed is. Voor gezondheid en geluk. En dat geldt ook omgekeerd. Als je gezond en gelukkig bent, dan kan je makkelijker participeren. En dat geldt van jong tot oud. Dat is eigenlijk bekend. De kunst is dus om die mensen in die kwetsbare samenleving te laten, op een kwetsbare situatie laten participeren. En daarvoor moet je ze bereiken. En dat betekent eigenlijk dat je daar verbindingen voor moet leggen. Dat is misschien wel de crux van het werk wat wij met z'n allen ook doen. En ik denk dat de informele route dat de beste route is. Als je erop af wilt, dan heb je de sterkste route via het informele kanaal. En ik heb die lokale coalities daar wel, maar die moet wat mij betreft ook informeel die wijk in. Kijken wat daar gebeurt. En ik zal zo laten zien hoe dat elders ook werkt. En bij voorkeur laten aansluiten bij wijkteams. Maar dat moet laag profiel gebeuren. En je moet kijken naar heel die mens. Niet alleen maar stukjes, wat we natuurlijk geneigd zijn toe, medisch of sociaal. Maar heel de mens is de aanpak. En dat is, merk ik, keer op keer niet vanzelfsprekend. Ik kom net uit een discussie van de regionale consortia, geboortezorg. En daar zie ik het gevecht ook plaatsvinden om dat integraal denken en werken gewoon echt gestalte te geven. Dat is ook niet zo makkelijk gedaan in het Nederlandse systeem. En het kost ook tijd om dat integrale traject goed voor elkaar te krijgen. Wat mij betreft gaat het denken dus veranderen in plaats van ik en jij naar het wij. Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap. En ik denk dat daar die netwerkkaart en ook die zelfscan heel goed in passen. En ik noem ik even een voorbeeld uit een heel ander land, wat ik op die conferentie ook heb genoemd, want het spreekt mij erg aan. Volgende dia. Dat is Cuba. Cuba staat bekend als het land van de gemeenschapszorg. Maar wat mij nog meer is opgevallen is dat het land is waar de family centraal staat. En net zoals in Nederland zijn heel veel families in Cuba ook gebroken. Scheidingen, overlijden, alles, al dat soort zaken speelt een rol. Maar de hele zorg is ingericht rond ouders en kinderen. Het gezin, daar gaat het om. Daar is de zorg op ingericht. En daar leggen zij in Cuba het accent heel sterk op preventie van allerlei soorten zaken. Maar ik denk dat het nog belangrijker is dat ze wat zij noemen family health centers hebben. Dus wat wij een gezondheidscentrum noemen, dat noemen zij een gezinscentrum. En er is één dokter, een vaste dokter en een vaste verpleegkundige voor 80 tot 150 families. Dat varieert. En belangrijk is, en dat moet ik in Nederland nog voor elkaar zien komen, is dat die dokter en die verpleegkundige in die wijk wonen. Dat is verplicht. Nou, dat is nogal een weg te gaan, denk ik, in Nederland. En tegelijkertijd bezoeken specialisten uit het ziekenhuis, gynaecologen of kinderartsen, bezoeken dat gezinscentrum. Dus dat gezin hoeft niet naar het ziekenhuis toe. Nee, die dokter komt naar het centrum toe. Informatie speelt een hele belangrijke rol. Hele simpele informatie over het gezin wordt direct doorgevoerd, op kaart ingezet en dat is voor iedereen beschikbaar. En kijk eens dat plaatje. Daar zie je gewoon, en het is niet het gezin alleen van moeder, kind. Of moeder, vader, kind. Maar oma is er ook bij betrokken. En je ziet dat natuurlijk in heel veel zuidelijke landen, Italië, Spanje, Latijns-Amerikaanse landen, is dat vrij normaal. En dat zijn wij een beetje kwijtgeraakt. Ik denk dat wij dat weer terug moeten halen. Mag ik de volgende dia? Gelukkig in Nederland, dankzij VAROS, ik denk, we zijn niet voor niets op de gast een beetje bij VAROS, gaat die community aanpak nu ook een rol spelen. En wat het mooie is van dit plaatje, dat het gezin centraal staat. Dus die eerste Cubaanse stap, zal ik maar zeggen, hebben wij hier genomen. En er worden alle facetten, die brede facetten, die het gezin beïnvloeden, ook meegenomen. Dat is sport, dat is zingeving, dat is opvoeding, dat is zorg. Maar het is ook dus dat informele netwerk. Ik denk dat we dat heel goed met elkaar moeten uitbuiten. Wat ze in Cuba dus doen, dat die dokter en verpleegkundige in de wijk wonen. Nou, daar kunnen we nog over discussiëren of dat moet. Ik zie daar wel hele grote voordelen in. Dat was oorspronkelijk ook het paradigma van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Maar dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, ben ik bang. Dus dat moeten we weer gaan opbouwen. Wat moeten we nu gaan doen? De volgende dia.
en dat is misschien wel ook de belangrijkste dia. Dat gaat gewoon simpel eerst om goed luisteren. En dat je daar de tijd ook voor neemt. Gewoon om die noden van die mensen te begrijpen. En die noden liggen vaak heel anders dan wij in ons hoofd hebben. Dat is denk ik niet vanzelfsprekend dat de nood van de mensen ook in onze analyses zit. En dat is belangrijk dat de informatie die je daaruit ophaalt ook meegeeft en doorgeeft aan de relevante mensen die daarmee aan de slag moeten gaan. En daardoor krijg je dus, denk ik, pas grip op gezondheid. Ik had vanochtend nog een discussie over van hoe wij in Nederland vaak bezig zijn. Als je een huis bouwt, dan begin je met een fundament. Dit is het fundament. En wij zijn in Nederland vaak bezig met organisatie en financiering. Dat is het dak van het huis. Het dak is ook wel belangrijk, maar het begint met dat fundament. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dan vervolgens, van volgende dia, wat is nou een zinnige aanpak? Nou, dat is al heel lang bekend hoe je dat moet doen. Begin klein en lokaal en bouw dat langzamerhand uit. Dat is eigenlijk cruciaal. En betrek die lokale mensen erbij. Als je dat niet doet, dan ga je het foute traject in. Zie het hele verhaal, ook de planning en de monitoring en alles wat we doen, als een continu leerproces. Dat is ongelooflijk belangrijk. En je hebt een leiderschap nodig, wat ook een gevoel heeft voor kwetsbare situaties en kwetsbare mensen, zal ik maar zeggen. Als dat er niet is, dan wordt het lastig. En last but not least, kijk naar het geheel waar die mensen in terecht zijn gekomen en niet naar kleine stukjes van jouw terrein. Neem dat vooral ook mee. Nou, last but not least, daarvoor moet je inspiratie op doen. Dat is de laatste dia. Dat heb ik op de conferentie ook laten zien. Dit kleine gebouwtje, dit kleine health center in El Salvador, bestrijkt een gebied, dat is de halve provincie Utrecht. Deze mensen gaan erop af, elke dag weer. Kwetsbaar gebied, oorlog, burgeroorlog geweest. En hoe ga je daar gezondheid organiseren? Dat is alleen maar samen met de mensen in de community. Hen helpen een tuintje te bouwen. Hen helpen te kijken of ze wel de medicatie slikken. Maar uitgaan van het gezin. Ik denk dat dat de boodschap is die ik wil meegeven. Mooie weg. Dank. Dankjewel, Koos, voor je verhaal en voor het omlijsten van deze lancering. Er is veel werk aan de winkel, denk ik, als we dit in Nederland ook groot willen maken. Maar het begint met kleine stappen, is volgens mij ook de samenvatting van je verhaal. En een paar van die kleine stappen die gaan we nu ook uitlichten. Om de ontwikkelingen die al gaande zijn ook een zetje te geven. En de professionals meer te faciliteren ook hier mee aan de slag te zijn. Bart, dan geef ik het woord aan jou. Yes, helemaal goed. Dankjewel, Sophie. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Bart Lohman. Ik werk bij Fadels als manager van het programma Gelijke Kansen op Gezond Opgroeien. En voordat ik wat verder inga op de borging en de doorontwikkeling van de netwerkkaart en de zelfscan, wil ik eventjes stilstaan bij wat er nu verder gaat gebeuren. Hè? Hoe wordt het nu opgepakt? Want deze lancering is natuurlijk enerzijds wel een einde, maar vooral ook een begin. Dus als eerste wil ik daarvoor Cecile Winkelman kort even wat vragen stellen. Cecile is projectleider preventie bij de ouder- en kindteams in Amsterdam en tevens directeur van de Families Foundation. En zij is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze producten. Cecile, fijn dat ik jou even kort mag interviewen hierover. Leuk om van jou even te horen, denk ik, om te beginnen. Wat vind jij de meerwaarde van deze praktische hulpmiddelen? Het is gewoon heel belangrijk dat we met ouders in gesprek gaan over hun netwerk en over de belangrijke personen in hun leven. En niet alleen personen, maar ook organisaties. En wat net al heel mooi gezegd werd, hè, van juist ook die informele organisaties zijn daarin heel belangrijk. We denken als professional toch heel vaak aan professionals en aan professionele instituten. En die zijn ook heel belangrijk, maar die zijn ook vaak tijdelijk aanwezig. Dus juist dat informele is heel, heel belangrijk. En het is fijn dat, dat professionals nu zelf, maar ook met elkaar in een team ook kunnen kijken van ja, hoe doe ik dat eigenlijk? En daar kan de tool denk ik heel goed bij helpen.
Ik denk ook dat het, ik hoop ook dat het nog het gesprek nog meer op gang brengt, want het vraagt wel echt wat van je als professional in je vaardigheden en in je houding. En net werd ook gezegd van het luisteren is heel belangrijk. Maar ik vond het ook heel mooi dat Lindy en Florine eigenlijk net alle twee een persoonlijk voorbeeld gaven. En nou, dat is iets waar wij bijvoorbeeld in de oude kindteams ook mee bezig zijn. Dat is zoiets van ja, je ontmoetende houding. Dus hoe maak je nou eigenlijk contact? Want mensen gaan vertellen als daar ook een fijne situatie is, zeg maar. Dus, dus je kan goed gaan luisteren als jij zelf misschien ook het voorbeeld geeft van iets over jezelf te vertellen. Nou, ik denk wel dat dat nog wat meer ontwikkeld kan worden. Zeg maar. Wij zijn er in ieder geval in het ouder- en kindteam heel hard mee bezig. Ja, mooi. Ja, en dat is denk ik ook een beetje, dat het gaat ook echt om een verandering van houding. Vroeger was dat een beetje not done hè, als professional, maar misschien is dat juist wel nodig. Dus het is wel mooi. Misschien mag ik dat, in Amsterdam hebben wij een onderzoek gedaan, de kracht van de ontmoeting. En daarin hebben we ook een aantal concepten ontwikkeld, zoals professionele intimiteit, in tegenstelling tot professionele distantie. Hm. En ik kan het nu natuurlijk niet helemaal toelichten, maar dat zijn wel in het wijkgerichte werken elementen die belangrijk zijn. Mooi, mooi. Hey, en eventjes dan heel, heel praktisch. Hoe gaan jullie nou binnen de ouder- en kindteams met deze tools aan de slag? Ja, ik zal eerst binnen de ouder- en kindteams en ik heb ook nog ideeën voor de Families Foundation. Binnen de ouder- en kindteams zijn wij nu bezig met het vaststellen van een, wat we noemen, generalistische basis. Dus de ouder- en kindteams, daar is ook de JGZ van de GGD Amsterdam natuurlijk een belangrijk onderdeel van. We zitten in alle wijken we hebben een generalistische basis. Wat moeten alle professionals kunnen en kennen? En daar willen we dit ook in op gaan nemen. Dus met name onder het stuk van het wijkgericht werken. Dus het is dan gewoon een heel mooi onderdeel daarbij, praktisch. Ja. En vanuit, als ik het ook nog maar toevoegen, vanuit de Families Foundation. Dat is de thuisbasis van Triple P positief opvoeden en van Moeders Informeren Moeders binnenkort. Mm-hmm. En daar vinden we het heel belangrijk dat ook in de methodieken die veel gebruikt worden, bijvoorbeeld in de JGZ en ook in de wijkteams, dat ook in die methodieken, zeg maar, die verbinding met zo'n nieuwe praktische tool wordt gemaakt. Dus dat gaan wij ook doen. In intervisie gaan we het opnemen in de landelijke overleggen. Dat zou eigenlijk mooi zijn als dat bij alle methodes die veel gebruikt worden, dat we dat op die manier verbinden, zodat het niet weer iets los wordt, maar dat je het, dat het hoort gewoon allemaal bij elkaar. Het is weer een extra, iets extra's, wat we eigenlijk al wilden doen, maar wat nu toch nog wel soms versterkt kan worden. Ja, mooi. Ja, dankjewel Cecile, want dat was ook wel de zoektocht in deze opdracht van, nog iets erbij. Er is al zoveel. Dus we hebben heel erg in het traject ook met jullie gezocht naar hoe kan het dan wel iets praktisch zijn, maar wel iets in verbinding en aanvulling. Dus heel erg bedankt. Dan wil ik eventjes ingaan op wat andere ideeën die er zijn om aan de slag te gaan met deze tools. Want Cecile is niet de enige die hier echt op in gaat zetten. Sophie, zou jij eventjes die sheet tevoorschijn willen toveren die je ook al eerder liet zien? Dan licht ik daar 3 dingetjes eventjes uit. De eerste is binnen de JGZ, hè, Cecile noemde dat eigenlijk al, dat je dus binnen de interventies die er zijn, deze tools ook gaat gebruiken. Dus bijvoorbeeld GIS, hè, dus gezamenlijk inschatten zorgbehoeften, samen starten, stevige ouderschap en voorzorg, hebben allemaal aangegeven deze tools ook te gaan meenemen in de trainingen. Daarnaast is er ook bij de informele steun hebben we gesproken over hoe dit zou kunnen worden toegepast. Dat is één blokje naar rechts. Het landelijk steunpunt voor coördinatoren, informele steun, heeft aangegeven de netwerkkaart en de zelfscan onderdeel te willen maken van de werkwijze. En als laatste mooie voorbeeld, nu niet zwanger, dat is eentje naar rechts en eentje naar onder. Hier is aangegeven dat de netwerkkaart en de zelfscan gebruikt gaan worden in de trainingen en de intervisiemomenten voor de nu niet zwanger professionals. En de GGD Goor trekt hierin samen op dan met Rutgers. Dus zo zijn er eigenlijk heel veel tijdens dit proces eigenlijk al heel veel dingen naar boven gekomen van hey, als hij straks af is, dan willen we hem echt wel gaan toepassen en gebruiken.
Dus daar ligt eigenlijk allemaal heel veel ambitie. Dus dat vond ik echt wel mooi om even nog met jullie te delen. Nou, die tools die worden dus op heel veel plekken al toegepast. Allemaal om te zorgen dat we de ouders en aanstaande ouders in een kwetsbare situatie beter bereiken en ondersteunen. Daar is dus veel ambitie op. Maar ik denk dat heel veel mensen ook wel benieuwd zijn naar hoe die ambitie nu is bij VWS. En ik wil me graag nog eventjes kort richten tot Florien. Florien, fijn dat ik jou nog eventjes aan het einde van de bijeenkomst tot jou mag richten. Kun je iets vertellen over de ambities die VWS nog heeft op het thema kansrijke start? En dan ook specifiek over beter bereiken? Nou, ik denk dat we wel kunnen stellen dat op zich onze ambities torenhoog zijn. Hè? Want we zetten hier natuurlijk met elkaar, hebben de afgelopen jaren zulke mooie stappen gezet. Dat je natuurlijk ook, het smaakt gewoon naar meer. Hè? Dat je ook zorgt dat het een breder bereik krijgt. Maar ook, ik denk wat net ook beschreven werd. Hè? Dat je het ook incorporeert in de dingen die er al zijn. Hè? Want ik denk ook dat die borging en verankering, als je daarover hebt, dan moet het ergens ook landen. Wat al heel erg goed aansluit ook bij die huidige praktijk. Tegelijkertijd zitten we dan toch ook wel aan een politieke kantje aan, zeg maar. Hè, waar het gewoon ook gaat om dat dak van de financiële vraagstukken, et cetera. Dak van Koos. Ja, een dak van Koos inderdaad. Dus ik ben blij dat het fundament ligt. Laat ik het dan even de positieve insteek van Koos overnemen. Hè, het fundament ligt er. En ik denk ook eens dat het niet alleen een vraag is aan VWS, maar juist ook aan gemeenten, de professionals die hier vandaag allemaal zijn. Hè. Iedereen kan dit ook verder dragen. Maar wij zullen ons er zeker voor inspannen om het dak lekdicht te krijgen. Maar goed, daar gaat gewoon nog wel wat tijd overheen. En dat zal ook echt wel afhangen van een nieuw bewindspersoon en mogelijk ook de formatie. Maar dat hier mooie dingen liggen en dat we ook proberen de verbinding te zoeken naar van hey, niet alleen bij jullie in de praktijk, waar kunnen we het laten borgen in dingen die al lopen, maar ook binnen het sociaal domein, hè, ook op het ministerieniveau, dat we elkaar echt proberen op te zoeken om te zorgen dat het ook een breed beslag krijgt. En niet alleen vanuit de zorgkant, maar ook bijvoorbeeld het sociale domein daarin meenemen. Of als we zo meteen met de gemeentes gaan praten over van hey, hoe gaan we nou preventie in de regio's goed vormgeven, hè, dat we gewoon zorgen dat kansrijke start daar echt op een supergoed plekje in krijgt, zeg maar. In die verankeringsstructuren ook. Ja, heel mooi. Hey, dankjewel. En dat is denk ik een mooi bruggetje naar een collega van mij. Want het programma Coalities Kansrijke Start, waarin 275 gemeenten ondersteund worden op het thema 1000 dagen. Dat is natuurlijk een heel logisch platform om ook deze tools te borgen. Ik wil daarom de programmamanager van het programma Coalities eventjes in de spotlight vragen. Christa, nog niet iedereen kent jou volgens mij. Kun jij kort iets vertellen over het programma Coalities Kansrijke Start? Ja, ik ben programmamanager Kansrijke Start bij VAROS. En wij hebben de opdracht om lokale coalities te stimuleren in de opbouw en de voortgang. Lokale coalities zijn dus samenwerkingsverbanden binnen een gemeente of binnen een regio, waarin professionals en beleid en bestuur vanuit verschillende domeinen samenwerken. En ik vond het wel heel mooi wat Koos van Velden net zei. Hè, dat ga als lokale coalitie vooral informeel de wijk in. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Ik zeg altijd, dat is de plek waar gezinnen wonen, leven en werken. En waar het daadwerkelijk uiteindelijk moet gebeuren. En daar vind ik deze tool natuurlijk heel mooi bij. Hè? Want ook professionals hebben daar wel iets voor nodig. Die moeten daarin ook toegerust worden. Niet alleen in dit stuk, maar natuurlijk ook in de breedte. Wij hopen natuurlijk door het kansrijke start aanpak eerder tijdig passende zorg te kunnen bieden aan ouders en aanstaande ouders in een kwetsbare situatie. En dat vraagt van professionals natuurlijk ook het nodige. Ja. Ik denk dat deze scan daar een mooie opstap bij kan geven. Want kun je iets zeggen over waar de coalities nu staan? Is dat gesprek over vakmanschap, zeg maar, om dit goed te kunnen doen, is dat onderdeel van het gesprek binnen de coalities? Ja, dat is zeker onderdeel van het gesprek. Het gaat natuurlijk op allemaal niveaus, hè? Zowel van bestuur, beleid, naar de rol van organisaties. Wat is de context waarbinnen professionals bewegen? Maar ook zeker het toerusten van professionals in het goed kunnen signaleren. Sensitieve gespreksvoering. Ook de moeilijke onderwerpen met elkaar kunnen bespreken. Maar vanuit een vertrouwensrelatie. Maar ook thema's als laaggeletterdheid, laaggezondheidsvaardigheden. Hoe herken je die? Hoe ga je daarmee om? En natuurlijk ook hoe betrek je het netwerk, maar dan ook op zo'n manier dat het ook echt werkt.
Dat het niet is, oh ja, wij hebben hier een oplossing bedacht en daar vragen we het netwerk even bij. Maar dat het netwerk echt op zo'n manier betrokken wordt ook echt bij het bedenken van de oplossingen. En onderdeel van de oplossing zijn, zodat het ook echt werkt uiteindelijk. Ja, mooi. Hey, dankjewel. Het is goed om te noemen dat de door AIF en Common AI ontwikkelde tools samen met ons, die zijn vanaf vandaag te vinden op de website van Pharos. En wij zullen vanaf nu het beheren en de doorontwikkeling voor onze rekening nemen. Want hoewel de instrumenten dus met jullie ontwikkeld zijn en ook getest, zijn ze natuurlijk nooit helemaal af. Ze kunnen altijd beter en aangepast worden op de ervaring in de praktijk. En daarvoor zullen we in het najaar ook nog een bijeenkomst plannen om de ervaringen op te halen. Daarvoor zullen we jullie dan zeker uitnodigen. En het andere is dat we ook gaan kijken van hoe kunnen we ook nieuwe inzichten uit andere trajecten die vanuit Kansrijke Start zijn gestart, zoals bijvoorbeeld dat traject Beter Signaleren dat nog wordt uitgevoerd door Bureau DNB. Kijken of we bijvoorbeeld die inzichten daaruit ook weer hieraan kunnen toevoegen, zodat er niet allemaal nieuwe tools ontstaan, maar dat we dingen bundelen. Dus dan wil ik hierbij eigenlijk het stukje over borging afsluiten. Dank Cécile, Florien en Christa. En dan geef ik nu graag het woord weer terug aan Sophie. Ja, en we hebben veel voorbij horen komen vandaag. En het laatste woord is toch aan iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Ik zou zeggen, deel nog eventjes met ons wat je nou hieruit meeneemt. Hoe je aan de slag gaat met deze netwerkkaart, de zelfscan of zoiets. Dus voor de mensen die ook pen en papier voor zich hebben liggen. Graag even opschrijven. 1 woord, 2 woorden, 3 woorden en in het beeld. Hoe je hier nou op terugkijkt, mee verder gaat. Wat je tof vond of opvallend. Of waar je mensen nog mee over aan het denken wil zetten. En voor de mensen die alleen de blokjes hebben. Misschien een geel als je er nog even over aan het nadenken bent. Of een groen als je meteen morgen nu actie kunt ondernemen om met deze hulpmiddelen verder te gaan. En daarmee zijn we rond voor dit programma, voor de lancering. Bart die zei het al, Pharos die neemt het stokje van Common AI en AIF Pharos combinatie nu over in het beheer van deze hulpmiddelen en het verder brengen hiervan. De eerste actie is natuurlijk om deze hulpmiddelen daadwerkelijk bij jullie in de bus te gooien. Dus er staat volgens mij al een mail klaar. Het zou wel heel mooi zijn als die ook echt nu op send wordt gedrukt, maar zoiets hè, Bart. Dus die komt naar jullie toe, dan heb je de hulpmiddelen echt in je inbox en kun je ermee aan de slag en verder via de website beschikbaar. We hebben er ook een opzet voor een nieuwsberichtje bij gedaan, dus als je van plan bent om meteen al alles in de nieuwsbrief te zetten, dan kun je daar ook gewoon heel makkelijk mee uit de voeten. Maar goed, aan jullie nog in de laatste minuut. Wat is het beeld? Als we hier zo iedereen bij elkaar zien. Groene, gele, blokjes, woorden. Ja, mooi om te lezen. En ik zou die van Jenny de Jeu even willen uitlichten als laatste woorden. We hoeven het niet alleen te doen. Dank jullie wel. Dankjewel, Sophie. Dankjewel. Mooi. Dank jullie wel. Dank.